Heel ik doe snel. Er eentje mee. Wat? Eentje, ja. Eentje. Kom op, eentje kan toch wel? Eén hijsje. Ja, ja. Twee. Dat is een valkuil. Dat is een enorme valkuil, ja. Want eentje, dat is ook een mooi woord, hè. Tje, dat klinkt zo onschuldig. Eentje, kan toch wel? Terwijl je zou nooit zeggen, heroïne spuitje. Daar zitten allemaal ingrediënten in die stoppen ingewikkeld maken. Die zit ook in de vape, ook in de e-sigaret, ook in de... Nicotinekuigum? Nicotinekuigum, snus. Snus. Ja, het zijn allemaal manieren om de nicotineolie in je brein te krijgen. Als je één keer hebt opgestoken, dan denk je gemiddeld 208 keer aan... Per dag. Vanaf die ene ga je 208 keer per dag aan een sigaret denken. Dat is obsessief. Feitelijk ben je alleen maar bezig om iedere keer je vorige sigaret weer ongedaan te maken. Dat is wat roken is. En dan zit je in een eindeloze loop. Dan wordt die ammonia weer actief. En dan komen, dat is heel gek, dan komen in één keer allemaal smoesjes in je hoofd. Van ja, misschien was ik er nog niet klaar voor. Misschien ben ik wel slap karakter. Misschien past het al bij mijn cultuur. Misschien flop. Er zijn bepaalde momenten dat we ook weten wanneer mensen terugvallen. En dat zijn... Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher. While I'm in between... The fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature, while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress. But also our greatest powers lie suppressed. In feared shadows, just craving to be expressed. Stoppen met roken is vaak een van de doelen die mensen voor ogen houden. Als ze bezig zijn met het formuleren van nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. En vandaag zit ik hier met Hugo Haarwassers. Welkom. Dankjewel. Wij gaan het vandaag hebben over stoppen met roken. Jij bent trainer. Jij hebt een organisatie Ik Stop Ermee. Ja. En je helpt mensen met stoppen met roken. Klopt. Super. Voor we gaan beginnen, vergeet niet om je te abonneren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan krijg je de volgende keer dat ik een video online zet, automatisch een melding. Dus zet even je abonneerknopje aan, rechts onder in het schermpje, abonneer. Hugo, waar is het voor jou begonnen? Wat was het moment dat jij dacht van, ik ga mensen helpen met stoppen met roken? Ben je zelf ook een roker geweest? Ja, zeker. Ik heb ooit meegedaan aan de cursus die ik zelf geef nu. Oh, echt? Als deelnemer, ja. En ik weet dat nog, ik was al heel lang bezig met stoppen, want ik wilde dat, maar dat lukte gewoon niet. Dat vond ik zo raar, want ik ben best wel van de Brabantse discipline. Als ik iets wil, dan is het gewoon, geen gezeur, we doen het gewoon. Maar ik kwam er niet van los, hoor. Als ik rookte, voelde ik me rot. Ging stoppen, voelde ik me rot. Ging ik weer roken, voelde ik me weer rot. Ik werd gek. Mm. Ik had echt zoiets van, wat is dit? En toen een collega, die sleurde me mee naar deze cursus. En ik had er echt geen zin in. Ik had zoiets van... Een cursus. Ja, wat kan er aan 4 uur gebeuren dat ik niet meer wil roken, weet je wel? Dus ik op de A2 richting de cursus. En halverwege heb ik de auto aan de kant gezet. En toen dacht ik van, ik ga gewoon naar huis. Ik kan niet. Zoveel weerstand. Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb de auto aan de kant gezet en toen heb ik serieus overwogen om naar huis te gaan. Maar goed, het was een heel leuk programma op tv. Maar frisse tegenzin ben ik toch gegaan uiteindelijk. En ik kom in Amsterdam aan, een hele vrolijke Amsterdammer, die gaf die cursus. En ik kom binnen, kijk hem aan, ik zeg, hoi. Ja, zeg ik, het spijt me, maar er is niks wat jij kan zeggen waardoor ik straks niet meer wil roken. Niet zo lullig. Kwam jij binnen. Dat klopt, ja. Nou, lekker. Niet lullig bedoeld, hoor, zei hij erbij. Dat is altijd vreselijk als je dat moet zeggen. Maar goed, die man die zei tegen mij, hoe vaak denk jij nou dat ik dat hoor? In de week. En toen dacht ik, oké, dat heeft hij vaker gehoord. En toen zei ik, nou, misschien wel iedere dag of zo. En toen zei ik, ik weet het goed met je gemaakt. Op het einde van de cursus, dan vraag ik wel aan je hoe het met je gaat. Nou, ik dacht, je doet maar, jongen. Hè? Op het einde van de cursus vroeg hij mij, Hugo, is het? En toen zei ik,
ik weet 100% zeker dat ik nooit meer ga roken. En ik heb nooit meer willen roken. En voor mij was dat echt een opluchting, hoor. Ik kwam naar buiten echt zo van, wow, man, nou snap ik het, ja. En mijn collega, die was heel boos, hè. Die zei van, oh, dit middel, jongen, dat is echt een crimineel middel. Dat we gaan ruiten ingooien bij Philip Morris, ja. Ik was helemaal niet boos. Ik zei, jongen, dit middel heeft mij 4 jaar lang een rotgevoel gegeven. Respect. Ja, jij zegt 4 jaar lang een rotgevoel gegeven. Ja. Ik weet zeker dat er kijkers zijn die zeggen, nou, roken, daar krijg ik een heel fijn gevoel van. Ja, er zijn ook momenten dat zo is, ja. Ja. Net als dat ik schoenen heb die soms te strak zitten en dan doe ik hem los. Dan heb ik ook een heel fijn moment zo van, oh, hè, nou, lekker. Oh, dat is met roken ook zo, ja. Roken is een soort ongemak opheffen eigenlijk. Ja. En dat is absoluut lekker. En hoe langer je wacht met roken, hoe lekkerder de volgende wordt ook, ja. Heel bijzondere uitvindingen, ja. Kun je ons even vertellen wat je dan hebt gehoord in die cursus? En ook, ik bedoel, de cursus geef jij nu zelf. Ja. Wat jij dan mensen meegeeft? Ja... Zeker. Nou, verschillende dingen. Even hoe dit begonnen is. Hè? Ik ben ooit naar de man die hem aan mij gegeven, heb ik naartoe gegaan. Ik zei van, hey, waarom ben jij geen BN'er? Je hebt mij laten stoppen. En toen zei hij, er zijn heel veel mensen die dat ook tegen mij zeggen. Moeten jullie niet een keer samenkomen? En toen zijn we samengekomen, allemaal ex-rokers. En toen hebben we ter plekke Stichting Ik Stop Mee opgericht. En toen zijn we eigenlijk zijn cursus, zijn we hem gaan verkopen. En ik was de verkoper. Ik ging zijn cursus verkopen, maar op de duur kon hij het niet meer hebben qua agenda. En toen ben ik een beetje uit nood, ben ik het eigenlijk zelf gaan geven. En ja, om te ontdekken dat ik dat ontzettend leuk vind om te doen, ja. Ja. Mijn ouders zijn allebei leraar. En ik heb altijd een hekel gehad aan leraren. En toen dacht ik ooit er zelf heen. Ja, nou ja, nooit gedacht, weet je. Maar toen ik begon, toen ontdekte ik dan, oh ja, dit is helemaal mijn ding. Mm. Iets uitleggen wat andere mensen niet weten. Dat vind ik ongelooflijk leuk om te doen. Ja. Daar heb ik heel veel passie uit. En, goed dat je dat zegt. Iets uitleggen wat andere mensen niet weten. Ja. Wat weten rokers niet? Nou, wat zij moeten weten? Ja, kijk. Ik weet zeker dat de mensen kijken en zeggen, ik weet alles al. Je gaat zeggen dat het niet gezond is. Ga je zeggen dat? Nee. Kijk, dat het niet gezond is, dat weet iedereen al lang. Ja, daar heb ik het echt nooit over. Dat vind ik ongelooflijk beledigend om dat te zeggen. Hè, want dan zeg je iets wat iemand al weet. Hè. Ja. Dus dat is gewoon, ja, vind ik heel onaardig eigenlijk, hè, om dat te doen. Hè. Dus dat je iemand die met witte schoenen gaat zeggen, oh, je hebt witte schoenen. Ja, serieus, denk je dat ik dat nog niet wist of zo? Heel saai. Hetzelfde als gedrag. Hè. Gedrag, ga je geen gedragsprobleem aanpraten, weet je, want daar zijn de getallen gewoon veel te hoog voor. Hè. Er zijn veel te veel rokers. Ik kan niet zeggen dat 20% van Nederland een gedragsprobleem heeft. Hè. Dat is gewoon ook onaardig. Nee, wat wij doen, wij geven een soort lesje over de sigaret en we leggen uit wat er in de sigaret zit, waardoor stoppen zo ingewikkeld is. En dat klinkt gek, maar als je rookt, dan krijgt in je hoofd komt er een soort olie binnen. Hè? En die olie, die noemt de producent de mother liquor. En in die olie is nicotine, dat is de transporteur. Die zorgt ervoor dat het zo via je longen en je bloed en je blood-brain barrier in je brein komt. En die olie, daar zitten allemaal ingrediënten in die stoppen ingewikkeld maken. Hè? Ik zeg wel eens voor de grap van, nou, als je die olie eenmaal in je hoofd hebt, joh, dan heb je een cursus nodig. Hè? Want dan heb je echt een uitdaging heb je dan te pakken. En wat ik doe, ik leg de ingrediënten uit. En per ingrediënt kom ik met een plannetje. Mm. Hè? Dus ik leg uit van, nou, er zit arsenicum in. Arsenicum is een laxeermiddel waardoor je honger kan uitstellen. Dat is dus heel praktisch. Hè? Als je haast hebt in de ochtend, kopje koffiepeukje, hup. Meteen naar je auto. Mm. Ja, handig. Maar als je stopt met roken, dan krijg je als je niet weet, krijg je last van obstipatie en honger. Nou, daar word je schrijnig van. Verschrikkelijk. En dan kom ik met een simpele oplossing. De dag nadat je gestopt bent, eerst een glas heet water om de darmen wakker te maken. En daarna ontbijt. En dat helpt tegen de honger. Zo, arsenicum opgelost. Mm. En zo hou ik het heel praktisch. En per ingrediënt leg ik uit wat je er tegen kan doen. En zo maken we een soort, ja, ik zou het een soort plannetje willen noemen. Een plannetje hoe je van de tabak afkomt. Ja. En de tabak, ja, ze hebben daar wel lang over gedaan, hoor. Om dat echt heel, heel verslavend te maken. Hè. Vooral de jaren 60 en 70. Het is over de jaren heen gegaan. Dat is niet, ja. De jaren 60 en 70, die waren heel erg. In de jaren 60 en 70 waren er ongeveer 18 merken die een hele felle concurrentie hadden. Hè. En die probeerden met spionnen en met elkaars dingen met experimenten, probeerden ze eigenlijk de sigaret steeds verslavender te maken.
Want dan verkoop je natuurlijk meer. Ja, dat is ook, ze wilden een grote marktaandeel. Hè. Het waren geen gemene mensen of zo, maar gewoon ja, chemische mensen puur die proberen. Puur commercieel, ja, echt doorgeslagen kapitalisme eigenlijk. Ja. En uiteindelijk is daar dus die olie uit ontstaan, hè, de mother liquor. En die olie zit ook in de vape, ook in de e-sigaret, ook in de... Ja, ook nicotinekuigum? Nicotinekuigum zit dezelfde olie in. Het is altijd dezelfde olie. Hè. Die olie, dat is het product eigenlijk. Hè. En ze noemen het nicotine. En hoe noem je die... Snus. Ja. Dat? Snus, ja. Inderdaad. En, zit het ook in? Ja, ook. En Ecos en Juul en Elfbar. En ja, zo kan ik nog even doorgaan. Nee, je hebt heel veel varianten, zeg maar. Maar het zijn allemaal manieren om de nicotineolie in je brein te krijgen. En of je dat nou via een pleister doet, of via een kauwgom, of via een spray, of via een e-sigaret, ja, maakt... In mijn beleving maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Hè. Maar ik zeg wel, als je de olie eenmaal in je hoofd hebt... Ja, dan heb je een uitdaging. Ja, want dan krijg je dus eigenlijk dat verslavend effect. Ja, nou het is gewoon... Er zitten heel veel ingrediënten in waardoor het stoppen heel moeilijk wordt. En er zitten ook ingrediënten in waardoor terugval heel, heel makkelijk is. Ja, bijvoorbeeld, in tabak zit polonium. En als je gaat roken, plakt nicotine aan polonium. En nicotine transporteert polonium in je brein. En... Sorry, polonium veroorzaakt daar een soort vlekjes op je cellen. Een soort, en daar krijg je een lichaamsgeheugen van. En dus gevolg hiervan, je kan echt lange tijd niet roken, echt 10 jaar niet. En dan heb je een rotdag en denk je, ik steek er gewoon in op. Maar door die polonium, de nicotine transporteert polonium, dan krijg je zo, vop, en dan ga je zo in de rookstand. Hmm. En dan ga je heel vaak aan een sigaret denken. Hè, soms wel 208 keer per dag aan een sigaret denken, heel vaak. Jeetje. En dan binnen 4 dagen gemiddeld zet je er weer eentje op. En binnen ja, nog eentje en even later ben je gewoon weer roken. Ja, dat dus zegt eigenlijk, ook al ben je 10 jaar gestopt... op het moment dat je na 10 jaar weer eentje opsteekt... groot kans dat je zo weer verslaafd bent. Ja, we hebben ze onderzocht. Gemiddeld, als je er eentje opsteekt... ga je gemiddeld 208 keer per dag aan een sigaret... Als je denken. 1 keer hebt opgestoken... dan denk je gemiddeld 208 keer aan... Per dag. Vanaf die ene ga je 208 keer per dag aan een sigaret denken. Wauw. Dat is veel, hè? Dat is obsessief. Ik heb een leuke vriendin, ik denk heel vaak aan haar. Maar niet 208 keer per dag. Bij lange na niet. Nee. Nee, maar daarom, dat klinkt bijna obsessief. Ja, dat is echt een obsessie wordt het dan. Ja. En gemiddeld binnen 4 dagen zet je er dus nog eentje op. En dan gemiddeld binnen een week nog eentje. En dan... kan je zelf weer roken noemen. Dan ga je, dan, in nood, ja, ben je weer, koop je een pakje. Ja. Ben je gewoon terug weer bij je oude ritme eigenlijk, hè? Ja. Ja, wonderlijk, hè? Ja, inderdaad. Oké, dus dit was één van de stofjes. Wat zijn nog meer stofjes waarvan je zegt... Grappig, die polonium is eigenlijk het belangrijkste ingrediënt, hè, van tabaksolie. Maar de inspiratie van Philip Morris, hè, die de sigaret in 1840 heeft uitgevonden... Zijn inspiratie was Coca-Cola. Want vroeger zat er in Coca-Cola cocaïne. En hij had ontdekt, cocaïne ook, hè. Je kan lang het niet gebruiken, maar die cocaïne blijf je altijd aan vasthangen. Je kan zo makkelijk ook weer terugvallen in je gedrag, zeg maar. En met polonium ook, je kan lang niet roken en je valt zo makkelijk terug. En commercieel is dat heel prettig. Ja. Want iemand kan 10 jaar niet roken en eentje is genoeg om weer terug te kijken. Hé, hey, Jankie, ben je er weer, joh? Hé, hey, kom binnen. Is het weer wel... Oh, we hebben je gemist. Dat fijn, wat fijn dat je er weer bent. Dus je valt zo weer terug. Commercieel is dat heel, heel prettig. Je hebt, ik kan het niet eens herhalen, polonium. Polonium. Polonium, ja. Dat is er één. Wat is een ander stofje? Mijn favoriete stofje in tabaksolie, dat heet ammonia. En ammonia tast je ratio aan. Het tast je ratio aan. Dus het zorgt ervoor dat eigenlijk je hebt in je hoofd, je hebt je reptiele brein, hè, je gewoontebrein, je aapjesbrein, zeg maar. En dan heb je ook nog je rationele brein. En als je gaat roken, plakt nicotine aan ammonia. En nicotine transporteert die ammonia dan zo dwars door je lichaam in het rationele brein. En veroorzaakt daar een soort kortsluiting. Waardoor je een soort disbalans krijgt in je hoofd ten nadele van jouw ratio. Dus dat is heel grappig. Rokers zijn heel, heel niet rationeel. Een voorbeeld, ik had een keer een... Dus ze zijn eigenlijk heel emotioneel. Ja, veel emotioneler. En dat is grappig. Ze hebben ook wel eens gekeken, beïnvloedt dat jouw beslissingen? En het antwoord is nee, want je kunt op emotie kun je hele goede beslissingen maken. Ja, dus ratio is leuk, maar qua beslissingen maakt het niet zoveel uit. Ik was een keer in Rotterdam, er kwam een hele grote kerel, een beetje zo'n crimineel, hè, die kwam zo naar me toe lopen. Die zei,
niks mis met mijn ratio. Zei hij heel intimiderend. En toen zei ik tegen hem van, nou ja, stel je voor, de pindakaas is op, hè, in jouw huis. En je gaat naar de winkel en er staan nog twee potten pindakaas. En op een van de twee potten pindakaas staat met hele grote letters, let op, van deze pindakaas zou je wel eens kanker kunnen krijgen. Ja, welke van die twee potten neem jij dan? Er is wel degelijk iets aan de hand, hoor, met je ratio, ja. Ja, ja, Monia doet dat heel... Ja, dus met andere woorden, op al die pakjes sigaretten staat een waarschuwing, maar dat doet je verder niet zoveel. Nou, sterker nog, een waarschuwing met informatie die je al weet, zorgt voor stress. En inzakkende nicotine zorgt voor stress, vermoeidheid en honger. Dus door een waarschuwing denkt een roker, ik wil een sigaretje. Mm. Dus dat werkt eigenlijk averechts. Ja. De tabaksindustrie ligt niet wakker van die vieze foto's. Want dat heeft helemaal geen effect op het stoppen. Integendeel, begrijp ik. Dus. Ja, ik denk dat terwijl een roker het ziet, zeg maar, dan krijgt hij stress. En stress doet hem denken aan roken. En dan wil hij meteen roken. Ja. Het werkt wel voor mensen die nog nooit gerookt hebben. Als die het plaatje zien, denken van, oh, gadver, dat wil ik niet. Dat misschien wel. Maar mensen die eenmaal geïnfecteerd zijn met de stofjes. Ja, dat klopt, ja, met de olie. Ja. Daar werkt het anders. De mother liquor, ja, zo noemen ze het zelf. Ja, ja. Ja, ook een bijzondere naam. Ja, de moederloog, zeg maar. Hè. Dus dat is het residu, het product. Ieder denkt altijd bij tabak aan blaadjes en dat soort dingen. Blaadjes, dat is voor de vorm, is dat. Hè. Het is een groot vat met chemicaliën. En daar wordt een olie in gemaakt. Die olie, dat is het product. Hè. Dus dat blaadje is een beetje om jou het gevoel te geven dat je een tabaksblad van een boom gepakt hebt en dat je dat dan aan het roken bent. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is echt nep, ja. Maar geef me eens even een idee. Dan heb je dus een vat, zeg je. Ja. Met allemaal chemicaliën erin. Ja. Dus dat zijn gewoon allemaal vloeistoffen. Ja. En dan? Die wordt in de goede verhoudingen gemaakt, zeg maar. Hè. En er wordt heel veel oude sigaretten worden daarvoor gebruikt ook. Hè, om alle gewenste ingrediënten, om dat goed erin te hebben. En dan wordt met blaadjes, hè, wel tabak hoor, maar met dan blaadjes, dan wordt daar wat moois van gemaakt. Maar eerst worden al die blaadjes, die worden besproeid, zeg maar, met die olie. En die olie, dat is het ingrediënt. Ja. Hè, dus die blaadjes, dat is allemaal een beetje voor de vorm, zeg maar. Want als je bijvoorbeeld zou roken, als je die tabak zou roken zonder die chemicaliën, zou dat dan een andere werking hebben? Dan heeft het geen werking. Ja. Ik heb wel eens mensen die tegen mij zeggen van, ja, maar Hugo, ik wil helemaal geen polonium, ik wil geen ammonia, ik wil geen arsenium, ik wil gewoon lekkere pure nicotine. Dan maak ik wel eens een grapje, dan zeg ik van, nou ja, dat is gewoon te koop in de winkel. Dat heet een tomaat. Oh. In een tomaat zit pure nicotine. Maar nicotine zelf, hè, dat zie je aan een tomaat, is niet verslavend. Hè. Dus als het alleen nicotine is, ja, is er niks aan de hand. Het tabaksblad heeft al nicotine en polonium van nature. En dan met al die andere dingen erbij, ja, dan wordt het verslavend. Maar het is niet zo dat we tijdens een rookpauze, dat we dan buiten rennen, dat we allemaal zeggen, oh, ik heb zo'n zin in een tomaatje. Dat is niet zo. Maar je zegt dus nicotine is niet verslavend. Want dat is wel wat heel veel rokers denken, dat het juist de nicotine is wat verslavend is. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel een beetje een spraakverwarring. Als je het mij vraagt, is de mother liquor is verslavend. De nicotine is wel belangrijk, want nicotine is de transporteur. He, je kan ammonia gaan drinken, moet je niet doen, word je ziek van. Maar met ammonia met nicotine komt in je brein. Krijg je angsteffect. Heel ander verhaal. Polonium kan je ook tot je nemen. Ja, val je ook dood neer. Maar goed, als je er nicotine bij doet, dan komt het in je brein. He, ik noem nicotine altijd de transporteur. Los daarvan heeft nicotine zelf ook nog een licht verslavend effect. Inzakkende nicotine veroorzaakt ook stress, vermoeidheid en honger. En wat daar bijzonder aan is, is dat het toeneemt. Dus het neemt steeds verder toe. En hoe verder het toeneemt, hoe groter je behoefte wordt om het dan weer aan te vullen eigenlijk. Lichaamsgeheugen. Polonium veroorzaakt een lichaamsgeheugen. En ammonia tast je ratio aan. Het kaapt je ratio eigenlijk. En die combinatie is heel mooi. Want als je na lange tijd niet roken er eentje opsteekt, dan... Nicotine transporteert dan de polonium in je brein. Krijg je eerst het lichaamsgeheugen, waardoor je dus weer aan de sigaret gaat denken. Maar steek je er nog 208 keer per dag. Ja, precies. Uh-huh. Maar steek je er nog één op, dan wordt die ammonia weer actief. En dat is heel gek, dan komen in één keer allemaal smoesjes in je hoofd. Van ja, misschien was ik er nog niet klaar voor. Misschien ben ik wel slap karakter. Misschien past het wel bij mijn cultuur. Misschien flop en weg ben je. Ja, vanaf nu ben je weer een roker. Dan ga je dus eigenlijk allemaal redenen zoeken om wel te roken. Ja, zo mooi. Wij hebben telefonistes en aan de telefoon horen we altijd het verschil tussen één sigaret en twee sigaretten. Eén sigaret heb je gewoon een rationeel gesprek, prima. Twee, als iemand er daarna nog eentje rookt, krijg je een heel ander verhaal.
En dan krijg je alsof iemand ons probeert te overtuigen waarom het in zijn geval beter is dat hij blijft roken. Weet je? Dus dan krijg je heel, nu is het niet het moment en ik ben er nog niet klaar voor. En ik kan beter na de feestdagen stoppen. En dan krijg je, wij noemen dat dan ammoniapraat op kantoor. Hè? Dus dan voor ons is dat heel herkenbaar. We herkennen het ook meteen. Hè? En onze telefonisten die weten dan van, dit gesprek moeten we kort houden, want dit gaat nergens toe leiden, weet je wel. Dus dan is het vooral van, kom gewoon gratis nog een keer, hè. We kunnen je ervan afhelpen. Ik geef je nu op, weet je wel, dat soort dingen. Want iemand heeft dan eigenlijk gewoon al besloten, ik ben een roker en ik wil een roker zijn. Actieve ammonia, ik vergelijk wel eens... stofjes hebben dat besloten. Ja, de ammonia, hè. Ja. Dat tast je ratio. Ja. Ik maak wel eens een vergelijking met crack. Ja, crack is cocaïne met ammonia. Ja, dan krijg je wat wij op kantoor noemen ammoniapraat voor gevorderden, krijg je dan. En dan krijg je slimme mensen, echt slimme mensen, die wartaal uitslaan. Ja, dingen zeggen als van, die bejaarde mensen, die moest ik wel beroven, anders was ik misschien wel dood gegaan. Allemaal irritatie, hele vreselijke dingen, zeggen ze. Omdat dus die ammonia hun brein, hun ratio, plat legt, hè. En ik zeg ook wel eens als vergelijking, je kan ook niet een crackverslaafde overtuigen. Hè? Dat je tegen crackverslaafde zegt van, hey, crack joh, dat is hartstikke slecht voor je gezondheid. Dat de crackverslaafde dan antwoordt met, nee, echt? Nou, als ik dat nog eerder had geweten, dan had ik nog een huis gehad. Kun je eens een voorbeeld noemen van een gesprek die je dan hebt aan zo'n, met je aan de telefoon, bij jullie hulplijn, waaraan je merkt van, oké, ratio is uitgeschakeld. Ja, vooral uitstellen. Ja. Als iemand zegt van, als ik dan het voorstel heb van, kom gewoon maandag naar de cursus. Als iemand dan zegt, nee, maandag niet. Want ik kan beter na de vakantie... Of na het weekend. Of na de feestdagen. Ja, kijk, dan weten wij, dan is de ammonia dus actief. Hè? En dat is heel grappig. Je hebt dus in je oerbrein, heb je de functie reflexen, heb je daar zitten. Hè? Als voorbeeld... Als er een tijger komt binnenlopen, moet je niet rationeel gaan nadenken. Hè? Van, wat is dit eigenlijk voor tijger? Nee, als je een tijger ziet, hè, dan oerbrein rennen. Nou, wat doet je oerbrein nou met stoppen met roken? Uitstellen. Omdat roken wordt gezien als niet acuut gevaar. Dus jouw brein die reageert meteen met, nu niet. Nee, want van vakantie. Nee, na de carnaval. En voor je het weet, ben je 5 jaar verder. Heb je het 5 jaar uitgesteld. Ja. En dat is ook weer commercieel heel fijn. Want dat eeuwige uitstellen, zoals wij het noemen, het eeuwige uitstellen, dat blijf je dus doorroken. Het eeuwige ammoniapraat. Ja, en zo zit het commercieel gezien. Hè, polonium, je valt zo weer terug. Door die ammonia blijf je dus het stoppen uitstellen. Ja, zo zit het commercieel geniaal in elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de marketing. Hè, want ik bedoel, wat is het? 40% van onze jeugd is alweer aan het vapen, geloof ik. Geniale marketing. Ja. En net doen alsof het... Het is helemaal niet gevaarlijk. We weten niet eens... er is nog nooit iemand overleden aan vapen. Ja, right. En dat is gezonder, want het is geen warme rook. Ja, en noem maar op. We hebben het gemaakt om rokers van het roken af te helpen. En dan zit ik altijd weer te lachen. Hè. Zo zeggen. Maar die vape, dat is ook wel echt... Het lijkt toegankelijker. Ja. Dan sigaretten. Ook omdat het niet zo stinkt als sigaretten. Fantastisch. En omdat je het gewoon... Mensen roken het binnen. Ja. Het lijkt veel onschuldiger. Het is ook de mother liquor. Het is, de omgeving heeft er nauwelijks last van. En om het nog makkelijker te maken... hebben ze de elf bar. En dat is de wegwerpvape. Is dat. En die kan je op een feestje kan je die naar binnen sneaken. En dan kan je gewoon roken. Niemand heeft het door. En als je wordt aangesproken, kan je hem gewoon weggooien. Dat is gewoon de wegwerp elfbar. En zo, en dan met smaakjes die je lekker vindt, weet je, waardoor je ook tegen een vriendinnetje kan zeggen, kijk dan, ik heb de mango peach. Dat wil ik ook wel even proeven. En zo krijgt onze jeugd allemaal de mother liquor in je hoofd. Hè? Ja. Kijk, wij weten dit al 3 jaar. Die vape, dat deugt dus echt niet. En de overheid is niet zo snel, hè. Die komen er dan nu eigenlijk pas achter van, dit is echt, we zijn erin getuind. Ja, en ik kan je een geheimje vertellen, maar wij hebben heel veel informatie van de tabaksindustrie. Ik kan je een geheimje vertellen, ze weten dat het verboden gaat worden. En ze hebben het volgende plannetje, hebben ze al klaar liggen. En dat zijn hele felle snoepjes, met hele gekke smaken. Gekke snoepjes zijn het, die iets heel geks. Wow, wat is dit? Weet jij, gekke snoepjes. En daar zit ook weer die olie in. En wat ze gaan doen, via TikTok gaan ze het heel snel verspreiden. Waardoor iedereen dan het over die snoepjes heeft. Het hele schoolplein ligt vol met snoepjes. En dan na die snoepjes... En dan denk je, dan ontdekt de overheid van... er zit nicotineolie in, dat willen we niet. En dan wordt het verboden. En dan
zijn er verboden snoepjes in de omloop. Weet je hoe het brein van een puber werkt? Het woord verboden snoepje, joh, hij doet geen oog meer dicht. Hij zit de hele dag alleen maar te denken aan het verboden snoepje. Verboden snoepje. Ja. Het grappige is, dit hebben ze al een keer eerder uitgehaald. In de jaren 60 hebben ze een jointje gebruikt om jeugd aan het roken te brengen. En toen hebben ze jointjes, zijn ze eerst alle koffieshops gaan benaderen van doe er tabak in, hè, tegen heel goede betaling. Daar gingen ze tabak erin doen. En toen even later, toen zijn ze stiekem in het geheim, zijn ze negatieve reclame gaan maken over blowen. Waardoor alle pubers in Nederland dachten van, oh, nou hier wordt veel negatief over gepraat. Dat is interessant. En zo zijn heel veel jongens, zijn via het blowen, zijn ze weer aan het roken geraakt. Ja, want je ziet ook heel vaak dat mensen die blowen, dus sigaretten en wiet, dat op het moment dat ze stoppen met blowen, dat ze dan overgaan op sigaretten. Ja. En er dus eigenlijk achterkomen dat ze niet per se verslaafd waren aan blowen, aan wiet, maar verslaafd waren aan tabak. Aan de tabak, In zo'n jointje. Nog, heel vaak een klassieke fout, hè, is dat je na het stoppen, dat je dan een keer een jointje rookt met tabak. Ja. En wat er dan gebeurt, is heel grappig, dan ga je een jointje ga je gebruiken om langzaam maar zeker weer aan je behoefte aan nicotine te voldoen. Dus eerst ga je dan vaker blowen en dan nog vaker blowen. En dan wordt het problematisch, zeg maar, hè, dat je niet meer goed functioneert. Hè. En dus dan ga je gewoon weer roken. En dan heb je nog een tussenfase, we noemen dat stoppen met kopen. En dat wil zeggen dat je zoveel gaat bietsen van je vrienden, totdat die daar klaar mee zijn. En dan ga je weer kopen. En dus wij noemen dat de glijbaan. En dus het begint met een jointje en dan langzaam maar zeker eindig je weer bij jouw pakje. Hè. En de glijbaan, dat is dus dat je bij iedereen een beetje meerookt. Ja. Voordat je eigen pak koopt. Klopt, ja. Met een glijbaan bedoel ik, met een glijbaan, ook al ga je langzaam naar beneden, je eindigt beneden. Je gaat nooit naar boven. En de glijbaan gaat naar beneden. Dus je komt beneden, kom je uit. Ja. En met beneden bedoel ik gewoon weer roken. En dan kom je dus bij roken uit. Ja, ja. Maar hoe voorkom je dat nou? Als je eenmaal weer begonnen bent. Ja. Of sla ik dan te veel stappen over? Nou, volg onze cursus, zeg ik. Maar nee, lastig. Als je eenmaal die olie... Ja, kijk, een jointje, je hebt het niet eens door. Je doet gewoon een jointje mee, maar je weet niet, ik bedoel, Je bent dan niet bezig met, oh, nu komt er ammoniak of nu heb ik je dit. Weet of niet eens dat er, dat, je weet niet eens dat er, je weet het niet eens, dat er of er tabak in zit. Ja. Dus je bent daar helemaal niet mee bezig op een feestje, dat is het probleem, ja. Nou, je kan natuurlijk vragen, sommigen roken ook gewoon pure wiet. Ja. Nou, dat is wel steeds populairder, hoor. En in een coffeeshop kan je ook niet meer roken, hoor. Nee. In een coffeeshop zijn ze wel echt wel bewust van, hey, tabak willen we echt niet binnen hebben. Maar dan heb je alternatieven, heb je. Ja. Wat zijn de grootste valkuilen in het stoppen met roken? Nou ja, misschien wat ik net zei wel, denken dat eentje wel kan. Als je denkt, eentje kan wel, nou, dan kom je daar heel snel... Ik doe er eentje mee. Wat? Eentje? Ja. Eentje. Kom op, eentje kan toch wel? Eén hijsje. Ja, ja. Dat is een valkuil. Dat is een enorme valkuil, ja. Want eentje, dat is ook een mooi woord. Hè? Tje, dat klinkt zo onschuldig. Eentje, kan toch wel? Hè? Terwijl je zou nooit zeggen, heroïne spuitje. Zoiets kun je niet onschuldig laten klinken, zeg maar. Maar dat doen ze met sigaret wel. Terwijl, ja, een sigaret is gewoon ongelooflijk. Ik bedoel, die polonium is ongelooflijk verslavend. Dus ja, als je iemand zegt eentje, dan wow, eentje. Ja, dat is wel een fout, ja. Ja. En verder, ja... Kijk, fouten die mensen maken. Je moet echt de sigaretten met je snappen, wil je er überhaupt mee kunnen stoppen. Misschien wel de meest voorkomende fout is jaloers zijn op andere rokers. Dat je denkt van, oh, die doen lekker gezellig een sigaretje. Ja, gezellig. Als je goed gaat kijken, lekker gezellig een sigaretje. Want als je goed gaat kijken naar een roker, dan zie je A, dat die niet geniet. En je ziet een roker nooit zo van, oh, zo, no, lekker. Zo rookt een roker niet. Een roker die heft ongemak op. En gezellig wordt het niet omdat er rook wordt uitgeblazen. Gezellige mensen maken het gezellig. Zonder mensen, hè, met heel veel sigaretten, zonder mensen is er niks aan natuurlijk. En lekker gezellig een peukie. Hè. Dus denken dat een peukie... ook het idee dat mensen één sigaretje doen. Die pakjes gaan toch leeg? Dus eigenlijk wat je ziet mensen lekker gezellig een peukie doen. Maar feitelijk zie je bijna zielige mensen die hun inzakkende nicotine moeten aanvullen. Dat is een hele andere manier van kijken. En ik weet nog dat ik voor de cursus ooit zelf, dan zag ik rokers buiten, dacht ik, oh, lekker. En dan werd ik jaloers, dan zat ik altijd aan roken te denken. Maar nu als ik rokers zie denken, oh, en dan denk ik omgekeerd van, foh, wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben, hoor. Ja. Want dat leverde niks op, behalve vermoeidheid en stress.
En ik ben gewoon blij dat, dat ik dat niet meer heb, ja. Ja. En die manier van kijken, ja, met medelijden, dat klinkt misschien onaardig. Hè? Ik noem het wel eens compassie. Maar dat is wel op de lange termijn een efficiënte manier. Want jaloezie, er komt ooit een rotdag dat je er helemaal klaar, dat je alles zit tegen. En dan denk je, ik steek hem gewoon op. En dan omdat je jaloers bent en dan blijft het in je hoofd zitten. Hè? Terwijl medelijden, hè, een heroïneverslaafde, die zie je één keer per jaar. Denk je, ben ik blij dat ik daar nooit aan begonnen ben. Ja. Medelijden is eigenlijk een hele goede emotie. Ja. Dus eigenlijk zeg je, het is niet lekker en het is niet gezellig. Dus lekker gezellig een sigaretje meedoen, al is het één ijsje. Eigenlijk is het ook reclame, hè? Wij zijn opgevoed met het idee dat roken gezellig en stoer is. Hè? Ja, dat hoor je ook als veel voorkomende reden. Of vroeger noemen ze het ook een genotsmiddel. Genot, iedereen wil genot, toch? Ja. Een genotsmiddel, ja. Prachtig, ja. Ja, het is allemaal marketing. Er zit een enorm team achter, hè, omdat de wereld... En ze doen het goed. Ik moet het ze wel nageven, hoor. Mijn favoriete... Ze doen het verdomd goed. Ongelooflijk. Er zijn zoveel mensen die roken. Ja. Maar het mooiste voorbeeld vind ik zelf... Mijn persoonlijke favoriet is de film Grease. Ken je de film Grease? Ja, zeker. Te leren pak je Sandy. Sandy, Sandy, ja. Ik weet al wat je gaat zeggen. Ja. Dat heb ik als kind gedaan. Hè? Ja, natuurlijk. Gooide iemand een sigaretje op de grond en dan moest ik de Sandy move doen. Dat sigaretje uittrappen en dan zo bewegen met je voetje. Sandy was gewoon een leuk meisje, weet je wel. Ja. Ze kon goed zingen, ze was intelligent, ze was leuk, ze was knap. Maar ja, het was wel een beetje een suf meisje. Ja. In Brabant zouden we zeggen, een dooie, zouden we zeggen. Gewoon heel saai. En op het einde van de film, dan kijkt ze in de spiegel en denkt ze, oh, ik ben saai. En wat doet ze dan? Hup, de haar omhoog. Hup, leren broek aan. En hakjes en een peukie. En die hele film is dus betaald vanwege die scène. Dat meen je niet. De hele film is bekostigd vanwege die scène. Omdat iedere vrouw heeft in haar leven wel eens een Sandy momentje. Dat je denkt, nou een sigaretje. En dan ga ik ervoor. Ja, dat is marketing. De beste marketing ter wereld is dat. Maar het is eigenlijk heel subliminal. Dat je niet doorhebt dat het marketing is. Je koppelt ze emotie. Ze creëren een moment. Ja. En hadden ze in de jaren 60 hebben ze dat ontdekt, hoe dat werkt. Want dat was eigenlijk, in de reclame was het nieuw. Vroeger waren reclames altijd educatief, hè? Gewoon informatie over een product. Maar toen ontdekten ze, na de Tweede Wereldoorlog, waren heel veel vrouwen. In de Wereldoorlog hadden ze de hele economie draaiende gehouden in Amerika. Toen kwamen al die mannen terug. En toen in één keer stonden ze achter het aanrecht. Weet je. Dus vrouwen waren ongelooflijk boos eigenlijk. En toen kwamen ze met de Freedom Torch. De Freedom Torch was jouw manier als vrouw. Hè, met jouw merk Marlboro, speciaal voor vrouwen. Om te laten zien, ik bepaal zelf wel wat ik doe. En zo werd de emotie van teleurstelling eigenlijk. Werd gekoppeld aan het product. Ja. Aan het vrijheidsproduct van dat je het zelf kan bepalen, de Freedom Torch. Kijk, en dat was in de reclame, was dat eigenlijk een nieuwe, Murdoch was dat geloof ik, dat was een nieuwe beweging, want toen ontdekten ze van, door een product te koppelen aan een gevoel, kun je veel meer verkopen. Hè, en nu, er zijn geen producten meer met informatie over hoe goed de auto is. Nee, het gaat alleen maar over, jij bepaalt jouw eigen weg, onderweg naar vrijheid. En dan een van de automerk. Weet je? Zo, dus het gevoel van vrijheid wordt gekoppeld aan het product van het merk van de auto. Ja. En dat is dus eigenlijk we stonden aan de basis van de revolutie in de reclame eigenlijk. Slim. Het is eigenlijk de merkbeleving. Ze verkopen je een beleving. Ze verkopen je een gevoel. Ja. Een emotie. Een moment. Ja. Klopt, ja. Dus ze spelen eigenlijk veel slimmer en dieper in op je psyche. Ja, het is gewoon hele, hele goede reclame inderdaad. En ze doen nog veel meer dingen. Bijvoorbeeld waar ze ook heel goed in zijn, is twijfel veroorzaken over roken. Ja, want als er een onderzoek komt, dat is heel grappig. In de jaren 50 toen werd ontdekt dat je van roken een longkanker krijgt. Hè? Dus hadden ze een probleem. En toen hebben de hoge heren van tabak, die zijn bij elkaar gekomen in New York. En toen hebben ze een plannetje gemaakt van, weet je wat we gaan doen? We gaan zoveel onderzoeken de wereld ingooien, dat niemand meer weet hoe het nou nog zit eigenlijk met de schadelijkheid van roken. Hè? En zo is er een organisatie opgericht, en die bestaat nog steeds. En er werken nu 5000 mensen. En die heeft als bijnaam de Disprove Organization. En wat zij doen is onderzoeken, bewijzen onderuit halen. En het mooiste voorbeeld wat ze laatst deden bijvoorbeeld was met corona. In China bleek dat mannen veel vaker overleden dan vrouwen.
En een leuk weetje, maar in China rookt meer dan 55% van de mannen, maar minder dan 5% van de vrouwen. Dus vrouwen roken in China bijna nooit. Hè? Nou, toen stond in de krant, in China zou het met roken te maken kunnen hebben. Hè? Dat was over meer mensen aan corona. En toen een keer 6 wetenschappelijke onderzoeken waaruit het omgekeerde bleek. Nee, roken zou zelfs beschermen tegen corona. Ja, ja. En iedereen zat weer te twijfelen van, ja, nou weet ik helemaal niet meer hoe het zit. En ik heb het Franse onderzoek gelezen, nou, dat was gênant. Het enige bewijs van de onderzoeker was, hij had ontdekt dat tussen in de leeftijdscategorie, tussen de 80 en de 100, dus hele oude mensen, hij had ontdekt dat in die groep van die mensen die overleden aan corona, dat er eigenlijk heel weinig rokers tussen zaten. En dat is dus ontzettend grappig. Want ik bedoel, in die leeftijdscategorie, ja, je weet hoe dodelijk roken is. Daar zitten altijd al weinig rokers tussen. Dat heeft niks met corona te maken. Maar ja, wel een leuk onderzoek. Om iedereen weer aan twijfelen te brengen. Ja. Dus je zegt eigenlijk dat de tabaksindustrie dus bewust wetenschappelijk, ik zeg even wetenschappelijk ja, tussen haakjes, ja, wetenschappelijke onderzoeken publiceert. Ja. Dat je dik wordt van roken. Dat als je stopt met roken, dat het 380 jaar duurt voordat je longen weer een beetje schoon worden. Allemaal om mensen te twijfelen. Oh ja, dat is er ook zo eentje. Ja. Dat het, ik las 7 jaar. Dat 7 het 7 jaar, ja, duurt voordat je longen helemaal vrij zijn. Ja, prachtig verhaal. 7 jaar hebben ze opzettelijk de wereld ingebracht. Maar dan hebben ze een rechtszaak tegengekregen, omdat dat ontdekt werd. Hè. Dus en toen studenten die hebben uiteindelijk toegegeven, ja, we hebben dat in de opdracht van tabak hebben we dat gelogen eigenlijk. En toen hebben ze een boete betaald van $2 miljoen, heel weinig. Dat is niks ten opzichte van de omzetten die ze maken. Maar weet je wat ze gedaan hebben? 2 jaar later hebben ze exact dezelfde leugen nog een keer de wereld ingebracht. Maar echt de wereld ingebracht. Hè? Dat wil zeggen het Utrecht Schoutingblad, daar stond het al in. Hè? Dus het werd wereldwijd werd het verspreid. Maar nu was het geen 7 jaar, nee. Nu was het 40 jaar. Ah. En zo, dat verhaal van 7 en die van 40, die cirkelen ons nog steeds rond. Van ja, 7 jaar heb ik wel eens gehoord. Ja, dat, zo doen ze dat dus. Maar dat demotiveert dan ook, kan ik me voorstellen, voor rokers om werkelijk te stoppen. Juist. Want als jij hoort, ja, het duurt 7 jaar of het duurt 40 jaar, ja, voordat mijn longen helemaal vrij zijn, denk ik, nou, ja, dat is het heeft toch geen zin meer. Ja, het heeft geen zin meer. Zo oud word ik nooit. Ja, nee, dat is ook de truc eigenlijk. Hè? Want ze weten eigenlijk iets wat wij niet weten. En ze weten het stoppen, twijfel en stoppen, dat gaat helemaal niet samen. He, dus wat heel belangrijk is vanwege die polonium, is dat je met roken, dat je heel resoluut zegt van oké, nicotineolie komt er nooit meer in. Niet een beetje. He, dat telt ook voor heroïneverslaafden en voor cocaïneverslaafden. Die moeten ook tegen zichzelf zeggen van, ik ga niet af en toe nog een beetje heroïne doen. Het komt er gewoon niet meer in. Er komt geen naald meer in mijn lichaam. Weet je? Dus dat moet je heel resoluut zeggen. Hè? Want anders dan werkt het niet. Heel veel dus dat is ook met roken zo. Je moet dan echt beslissen, ik ga nooit meer roken. Nooit beetje, meer komt dat in mijn lichaam. Nee, een beetje roken is de grootste misvatting. Dat bestaat. Je kan niet een beetje roken. Nou, ik bedoel, kijk, 3% van Nederland die kan 1 keer per jaar een sigaretje roken. Die hebben nergens last van verder. Dus dat lijkt, weet je wel, maar die komen niet aan cursus. Maar de meeste rokers, hè, dus echt 97%, kan niet 1 sigaretje roken. Die zijn in no time, zijn ze weer terug af, hè. Ja. Ik ook hoor, ik durf dat niet. Nee. Ik ben bang dat ik in één keer er gebeurt iets en dat ik een sigaret oprook. Nou, binnen een dag ben ik mijn baan kwijt. Want hoe lang ben je? Ja. Dat zou echt heel gek zijn. Dat zou, nee, maar ik bedoel, onderschat, ik wil zelf, de kans is niet nul. Ik weet heel veel van dit product, maar zelfs dat product kan mij ook onderuit halen. Ja. Omdat alleen met kennis, ja, er kan wat gebeuren. Ja, ja, klopt. En hoe lang ben jij nu gestopt? 14 jaar of zo. Kijk, sinds 2007 ben ik gestopt. Sinds 2007. Heb je nooit... 16 jaar, ja. Is dat. Heb je nooit, zeg maar, een moment gehad dat je weer wilde roken? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel ooit eens, heel grappig, was ik in Noord-Holland, in Callonsoog. En dan zat ik aan het strand met een cocktailtje, zat ik zo naar de zon te kijken. En die ging onder. Die zijn ook getrouwd, hè? Alcohol en sigaretten. Ja, de reclame die speelt daar leuk op in. Het is overigens de omstandigheid van de alcohol. Hè? Stress, vermoeidheid en honger, die jou doet denken aan roken. Maar goed, ik zat aan het strand en ik zag zo de zon ondergaan en de lucht die werd rood. Mm. Echt, ik heb nog nooit zulke oranje-rode lucht gezien. Ik vond het zo mooi. En toen dacht ik in één keer, en hier hoort nou een sigaretje bij. Oh ja. En toen dacht ik, nou dan sta ik naar de rand te denken van, oh wat grappig. Dat is zo'n leuk moment eigenlijk, dat ik daar dan op een of andere gekke manier, dat ik daar dan een sigaretje bij denk. En dat is natuurlijk die reclame. Ja. En ze hebben wel eens gemeten, vanaf dat ik geboren ben, gemiddeld 5 keer per dag is er een beeld op mij afgekomen. Rook is stoer, rook is gezellig, rook is stoer, niet roken zijn mietjes. Allemaal beelden die gewoon ja, toch ergens heel diep in mijn brein zitten. Ja. Heel fascinerend. Ja. Ja.
En dan ga je dus eigenlijk bij verschillende situaties, ga je dat sigaretje erbij denken. Om zeg maar dat moment of die situatie compleet te maken. Ja, zoiets ja. Ja, heel grappig. Kijk, alcohol vind ik zelf een heel boeiend iets. Kijk, de inzakkende nicotine veroorzaakt stress, vermoeidheid en honger. En dan moet je maar eens kijken. Als je zegt inzakkende nicotine, bedoel je dus van oké, je hebt gerookt. En dan rook je even en dan niet. Dan gaat die nicotine gaat afbreken. Ja. En die veroorzaakt heel subtiel stress, vermoeidheid en honger. En dat wordt steeds erger. En wat leuk is van alcohol. Kijk, alcohol drink je vaak bijvoorbeeld vrijdagmiddag. Hard gewerkt, moe. Nog niet gegeten, honger. Je drinkt met je collega's. Stress, vermoeidheid en honger. En wat scheelt jouw brein in de kroeg? Roken. Dat is heel grappig, maar in de cursus dan raad ik mensen ook aan. Van wil jij de kroeg in vanavond? Ik vind het prima, ik ga met je mee zelfs. Maar ik heb wel een verzoekje. Ga de kroeg in met een volle maag. Ga de kroeg in uitgerust. En ga de kroeg in ontspannen. Geen ruzie zoeken met je ex. Slechte timing. Stress, vermoeidheid, honger op een laag pitje. Dan ga je de kroeg in. En dat is mijn advies. Feesten zo hard als je kan. En de dag daarna word je wakker. En leuk detail. Als je drinkt en je rookt er niet bij, heb je gemiddeld minder dan 20% van je kater. En dat is echt waar. Ja. Nou ja, als feestjesliefhebber vond ik dat goed nieuws. Ja. Laat ik het daarop houden. Maar je zegt dus, nicotine of sigaretten veroorzaken stress, vermoeidheid en honger. Ja. Dus dan is eigenlijk de meest voorkomende redenen die mensen gebruiken om te roken, die kloppen dan niet. Ik hoor namelijk, roken is ontspannend. Ja. Geeft ontspanning. Klopt ook. Ik eet minder, hoor ik. Even kijken. En het is lekker. Ja. Nou ja, dat is de grap. Hè. Kijk, het is allebei. Dus roken helpt tegen de stress. Maar het veroorzaakt ook stress. Je heft namelijk de stress die je net zelf hebt veroorzaakt door je vorige sigaret, die hef je weer op. Waardoor tijdens het roken denk je, het helpt tegen de stress. Maar feitelijk, de sigaret van misschien wel 2 dagen geleden, die veroorzaakte inzakkende nicotine. En dat veroorzaakte langzaam toenemende stress. En als je dan gaat roken, op het moment dat je rookt, dan maak je dat ongedaan. En dan denk je, oh, het helpt tegen de stress, vermoeidheid en honger. Maar feitelijk veroorzaakte jouw vorige sigaret langzaam toenemende stress, vermoeidheid en honger. En dus elke keer wanneer je een nieuwe sigaret opsteekt, ben je alleen maar bezig om die vorige sigaret of die nicotine weer te boosten. Ja. Ja, beter kan je het niet beschrijven. Maar dan zit je in een... Feitelijk ben je alleen maar bezig om iedere keer je vorige sigaret weer ongedaan te maken. Dat is wat roken is. Ja, roken is nep. En dan zit je in een eindeloze loop. Ja. De never ending story, noemen we dat. En je blijft iedere keer, je wordt wakker. Lage nicotine, je zit er alweer aan te denken. En dan ga je aanvullen, inzakken. Soms een paar dagen niet, dat is het leuke van roken. Je kan ook een paar dagen niet roken en dan weer aanvullen, inzakken. En zo blijf je bezig, ja. Jeetje. Ja, ja. Wat zijn tips die jij hier zou kunnen meegeven? Nieuwe jaar is natuurlijk net begonnen of gaat beginnen. Dat is even afhankelijk van wanneer ik dit online zet. Maar ja, eigenlijk de belangrijkste tip. Ja, concreet. Er zijn twee dingen. Ja? Ja. 1. Als je wil stoppen, maak een definitieve, resolute keuze nooit meer nicotineolie toe te laten. Maar dan ook echt nooit meer, hè? Net als een heroïneverslaafde of een ex-alcoholist, gewoon zeggen, het komt er gewoon nooit meer in. Dat is het belangrijkste. En het tweede, en dat is een lastige, is het vermogen om blij te zijn met je keuze. Dus de tweede truc eigenlijk van stoppen is voortaan rokers een beetje bestuderen. En te zien dat ze eigenlijk last hebben van inzakkende nicotine, wat ze iedere keer moeten aanvullen. En roken op een feestje, die moet naar buiten, omdat hij zich niet lekker voelt. Dat is eigenlijk heel zielig. Dus ja, gewoon blij zijn. Blij, oh wat ben ik blij dat ik daar geen last meer van heb. Dat is de truc van het stoppen. Dus eigenlijk 1, keuze maken. Nooit meer nicotineolie toelaten. 2, ga leuke dingen doen zonder te roken. Of maak er het beste van zonder te roken. En wat je dan krijgt is de eerste paar dagen een beetje ontwenningsscheutjes van de nicotine. En je brein doet een heel klein beetje vreemd omdat er gaatjes in je receptoren zitten. Dat duurt 3 weken. En dan is het gewoon klaar. Ja. Wat zijn die ontwenningsverschijnselen? Die je ervaart? Ja, dat is een soort ontwenningsscheut. Hè. Dat is een soort hongerstressaanvalletje. Dus dat duurt 3 minuten. Dus als je de eerste dag dat je gestopt bent, krijg je in één keer zo'n leeg gevoel. Zo van wow. En dan kijk je weer loosje. En dan 3 minuten later is het weer weg. Dus dat krijg je de eerste 3 dagen. En dan na 3 dagen is nicotine verdwenen. En wat je dan krijgt, is
in je receptoren, dat zijn schakels tussen je hersenen en je zenuwsysteem, daar zitten brokjes nicotine in. Als je stopt met roken, vallen die brokjes eruit en die laten gaatjes achter. En die gaatjes moeten dicht groeien. En dat duurt ongeveer 3 weken. En de komende drie weken na het stoppen, dan ben je, ja, dan heb je soms een kort lontje. Of soms dat je een keer moet lachen om een grap die eigenlijk helemaal niet zo grappig is. En zo, doet je brein een beetje gek eigenlijk. En ik zeg wel eens van, lach maar een beetje om jezelf. Ja, anders doen wij het wel. Maar je brein doet een beetje raar. En na 3 weken, gemiddeld, is dat voorbij. En dan heb je echt zoiets van, dat viel mee. Oké, dus je zegt eigenlijk stap 1, beslis. Beslis. En je beslist, het komt er nooit meer in. Oké, nooit meer. Heel zwart-wit. Ja, heel zwart-wit. Als je de volgende dag opstaat en je krijgt honger, drink een glas water. Dat zei je volgens mij aan het begin. Glas heet water, dat is aan het begin van het gesprek. En dan, als je een impuls krijgt... Oh ja, lach een beetje met jezelf. Ja, de komende 3 weken. Ja, dat is sowieso een goede tip. Jezelf niet te serieus nemen. En als je dan de impuls krijgt, hè, je bent op je werk en je collega met wie je normaal gesproken naar buiten loopt om te roken, die gaat nu ineens naar buiten en zegt, hey, ga je gezellig mee? Ja, dan kun je gewoon meegaan. Maar dan kun je gewoon niet roken en tijdens het meegaan kan gewoon. Ja, ik doe het heel vaak. Gewoon met mijn rokende vrienden. Ik heb rokende vrienden, weet je. Ik ga ze ook niet overtuigen verder. Hè. Rationeel ontoegankelijk. Maar ik ga gewoon met ze mee en ik sta er gewoon bij. En ik vind roken, ik ben ex-roker, dus ik vind roken niet zo lekker ruiken. Dus ik kijk wel even waar de wind vandaan komt. Dan ga ik een beetje strategisch aan de goede kant staan, zeg maar. Maar ja, rokers. Hè, ik had laatst iemand van het Longfonds, die wilde met ons samenwerken. En het eerste zin van het gesprek was, ik heb een hekel aan rokers. En toen zei ik van, maar hoe kan je nou een hekel hebben aan rokers? Dat is 20% van Nederland. Je kan toch niet een hekel hebben aan 20% van Nederland? Hè, toen maakte ik een grapje. Ik zei, kan je dan niet beter een kleiner overzichtelijk groepje haten, hè, zoals mensen uit Geleen of zo, weet je, gewoon, dat is natuurlijk een grapje. Maar ja, rokers die zijn overal. Hè. Rokers zitten in je vrienden, in je familie en je kan ze niet eens overtuigen. Je kinderen roken misschien wel, je kan niet, laat het niet contact verpesten. Nee. Hè, je kan ze proberen naar onze cursus te krijgen, maar als dat niet lukt, dan lukt het gewoon niet. En dan is het gewoon klaar en dan gaat hij gewoon roken. Ja. Ja, en dan heb je, ze zijn vertrokken. En dat is heel vervelend, maar dat is wel de realiteit. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want als kind groeide ik op. En mijn vader rookte nog steeds, maar die rookte dus altijd. En dat vond ik altijd verschrikkelijk. Dus ik probeerde er altijd alles aan te doen om hem te laten stoppen met roken. Ja, dat lukte. En dan ging ik wel eens zijn pakje Samson, want hij rookte Samson, ging ik dan verstoppen. Verstoppen, ja, geweldig. Oh, dat man is zo boos. Heeft hij ooit betrapt of niet? Nee, hij wist, het was gewoon gillen, schreeuwen in het huis. Waar zijn wij? Ja, dan zie je de echte verslaving, hè? Die komt dan naar boven. Ja. Oh ja, je kan zonder sigaretten nou proberen. Ja. Sigaartjes ook. Ja, kan best wel zonder. Oh ja, probeer eens 3 maanden zonder sigaar. Nou, dat is een knettergek. Nou, dan legde ze altijd heel snel terug. Ja gek. Heel snel. Ja, dus dat je is kan een niet dingetje. Iemand overtuigen om te stoppen met roken. Nou, ik zou willen dat het wel zo was. Ja. Ik heb heel vaak mensen die bellen. Die zeggen dan van, €1000 als jij mijn dochters laat stoppen met vapen. Ja. En dan, ik geef het meteen terug. Ik zeg van, je kan ze voor €100, kan je ze naar de cursus krijgen. Hè, als ze willen. Maar ja, ik kan ze niet overtuigen. Want ze zijn rationeel niet toegankelijk. Ja. En als ze komen, je kan ze niet eens dwingen. Je kan ze wel dwingen, maar dan gaan ze niet opletten. Dat heeft helemaal geen zin. Dus ze moeten wel opletten, anders dan heeft het ook geen effect. Ja, en vooral als ik je zo hoor, je moet dus echt wel beslissen. Van, ik stop en daarna nooit meer. Ja. Maar er zijn genoeg mensen die natuurlijk stoppen, maar weer terugvallen. Ja, dat klopt. Ja. Dat gebeurt. Heb je ook wel eens mensen die naar de cursus zijn gekomen, succesvol zijn gestopt? En... Altijd. Ja? Ja. Iedere cursus die wij geven zit altijd een paar, we noemen dat recidivisten, noemen we dat, voor de grap. Hoe? Recidivisten. En dat is een ex-crimineel, weet je, die weer in de fout gegaan is. Dat is natuurlijk een grapje. Als je 2 keer komt, noemen we je een draaideurroker. Maar goed, kantoorhumor. Maar er zijn heel veel mensen die weer terugvallen. Maar echt 5 jaar... En dat is ook heel, heel gek. Er zijn bepaalde momenten dat we ook weten wanneer mensen terugvallen. En dat zijn veel drank, carnaval, groot risico, veel emotie. Dat is de grootste piek die er is eigenlijk. En vakantie of na de vakantie. Dan heb je ook een groter risico dat je weer gaat roken. Emotie vind ik zelf een hele vervelende. Onze telefonistes krijgen 3 belletjes iedere dag. Iedere dag krijgen wij een belletje. De scheiding is zojuist uitgesproken.
Iedere dag krijgen wij, mijn kind is ongeneeslijk ziek. Iedere dag krijgen wij, er is zojuist iemand overleden waar ik echt van hou. En wat gebeurt er dan? Door zo'n emotie, door die emotie, komt die ammonia in je hoofd. Die kan dan je brein plat leggen eigenlijk. Hè? Ik noem het in de cursus het grote monster. En dan denk je in één keer bij mezelf, en nu kan iedereen opdonderen. Ik ga nu roken. En eentje, de polonium, wordt nog eentje. En even later ben je weer een roker. En je hebt al zoveel problemen op dat moment. Dat is echt heel sadistisch. Dit is een heel sadistisch middel eigenlijk. Iedere dag scheiding, iedere dag. Dus wij zeggen ook altijd van nou, tijdens een scheiding of tijdens als kinderen ziek worden, dan komt er zo'n moment hoor, dat je denkt, ja, nu wil ik gewoon roken. Maar dat duurt gemiddeld een uur, weten we. Hè? We noemen dat bij ons het allesbepalende, cruciale uur. Mm. En in dat uur gaan heel veel mensen weer die zakken door het ijs. En ondanks onze waarschuwingen gebeurt het nog steeds. En het leuke van ons, je kan altijd gratis nog een keer komen. Dus ook na 5 jaar. En dan, je maakt dat mee. Je bent altijd welkom om het weer opnieuw te doen eigenlijk. Ja. Maar wat maakte dat mensen op zo'n moment, waarbij er zoveel emotie is, wat maakte dat ze dan een sigaret willen roken? Ja, dat weten we eigenlijk niet. De tabaksindustrie heeft heel veel onderzoek gedaan naar hun eigen product. Hè, er is ook heel groot onderzoek geweest naar long lost clients. Hè, wij zouden dat succesvol gestopte rokers noemen. En daaruit kwam wat ik net vertelde, hè, die resolute keuze en dat blij zijn met. Weet je, dat waren de kenmerken. Maar ze hebben ook onderzocht, wanneer vallen mensen terug? En wat ontdekten ze? Mensen vallen terug bij emotie. Er zit een enorme piek in de aantallen. Heftige emotie. Grote piek. Veel drank. Grote piek. Kermissen, carnavallen, dat soort dingen. En wat ze ook ontdekten, heel gek. Maar tijdens een vakantie heb je een piek. Maar ook na de vakantie. Dus je bent dan terug. En dat je dan weer gaat roken, dat risico is best wel groot. Maar we weten niet waarom. We weten alleen maar dat die pieken er zijn. Maar het waarom, ja, dat hebben ze nooit goed onderzocht eigenlijk. Het is gewoon, dan denk je in één keer, ik ga weer roken. Ja, ik bedenk me nu wel dat je in films natuurlijk heel vaak ziet dat wanneer mensen hele stressvolle situaties hebben, dat ze dan gaan roken. Ja, dat is reclame. Ja. Ja, reclame is altijd gezellige momenten. Ja, hebben ook heel vaak in één keer een sigaretje. Ja. Stoere momenten. Arnold Schwarzenegger heeft net een dorp bevrijd van bandieten. En hij loopt door de woestijn en hij pakt een sigaar. Ja, en zo wordt gevoel van stress, gevoel van gezelligheid, gevoel van stoer, wordt eigenlijk gekoppeld aan het product tabak. En dat is reclame. Hè? En dat is heel efficiënte reclame. Ja. En als je dan zo'n grote monster tegenkomt, want jij noemt grote monster, ja. Dus het allesbepalende uur. Het allesbepalende cruciale uur. Cruciale uur, oké. Okay. Dat is wel het momentje. Ja. Dat maak je dan mee. Ja. Wat adviseer je dan om bellen. Te doen? Ja, bellen. Of dat uur moet je zien door te komen. Sluit je op in het toilet. Laat je springen de grachten. Laat je vallen. Laat je doe handboeien om het. Maar dat uur moet je zien door te komen. Hè, als ik mensen aan de lijn heb in zo'n uur, dan joh, ik kom langs. Ik kom langs, hè. Ik zorg ervoor, ik sluit je op in je auto. Dat uur moet je zien door te komen. Want dat het duurt altijd een uur. Ja, gemiddeld. Ja. Dat uur is alles bepalend. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, maar dit blijft jeuken totdat ik een sigaretje heb gerookt. Dat denk je op dat moment, ja. Maar het is maar een uur. Die onderzoeken zijn heel duidelijk, ja. Het cruciale uur. En ik heb mensen aan de lijn, hè, een bankdirecteur, die zei, ja, ik heb belangrijke beslissingen te nemen voor Nederland en Europa. Ik heb besloten om een week te gaan roken, En dan had ik hem aan de lijn en na 5 minuten zei ik zo tegen hem van, je bent toch een bekende Nederlander, druk even dat opnameknopje, druk eens in. En die opnameknop drukte die in. En 5 minuten later heb ik het gesprek afgebroken. Toen zei ik van, stop. Ik zei, luister, ik ga jou terugbellen over 5 minuten. En dat was een grapje van mij, want door iemand te dwingen om te luisteren, hetzelfde met opschrijven, dan dwing je iemand om zijn rationele brein te gebruiken. En wat er gebeurde was, 5 minuten later belde hij mij. Toen zei hij van, kolder, irrationele prietpraat. Hij zei, jongen, ik kan niet geloven dat ik net serieus probeerd heb om jou ervan te overtuigen dat het in het Europees belang is dat ik weer ga roken. Ongelooflijk. Ik zeg, en nou weet jij waarom mijn werk interessant is. Iedereen weet dat jij slim bent, maar jouw rationele brein ligt plat. Jij bevindt je in het allesbepalende cruciale uur. Hou mij aan de lijn. Ik kom langs desnoods. Ik ben bereikbaar. Dit uur moet je zien door te komen. Hele serieuze nood. 20% van de deelnemers van onze cursus komt het niet door.
20% steekt in dat uur toch een sigaret op. Onbewust, op een feestje, pilletje, weet ik veel, op een begrafenis of er gebeurt wat, er gebeurt altijd wel wat. En dan steek je hem op. Ja, 20% gaat door het ijs, hè, zoals wij dat noemen. Ja. Dat is veel, hè? Ja, dat is best wel veel. Dus dan zeg je eigenlijk wanneer je de grote monster tegenkomt, loop een blokje om, doe iets, maar... Dat het, uur. Weet je, ja, bel ons. Het is echt even een uurtje uitzitten, ja. Maar daarna dan zakt lach het hem uit. Van, aha, het grote monster, dit is het, ik heb jou herkend. Ik ga nu een uur niet roken, weet je wel. En dan lopen in de auto, hup, deur op slot. Jongens, over een uur ben ik weer terug, hè? Ja. Wat een uitvinding, hè? Dit. Ja, geniaal. Ja, ik ben stiekem... Het is best wel triest, hoor. Ja, ik ben stiekem, ik durf het eigenlijk niet te bekennen, maar ik ben eigenlijk commercieel gezien echt wel een beetje bewonderaar van de sigaret. Er zit zoveel marketing, hè, ik zit wel eens naar Netflix te kijken en dan zie ik iedere keer weer die sigaretjes erin komen en ik zie zo, ik heb het door. Maar de meeste mensen niet, hè? Nee. En dan zie je Breaking Bad, Tuco Salamanca, the baddest boy in de woestijn. En die steekt een peuk op en dan maakt ze een sigaret uit op zijn tong. En dan zegt hij, wow, en dan zegt hij stoere dingen. En ja, dat gaat je brein in. Want iedereen wil stoer zijn. Alle mannen willen... En daar hoort een sigaretje bij. Wauw. Bizar. Reclame. Bizar. Ja, bizar, ja. Ik denk dat ik wel een helder beeld heb van jouw verhaal. Ik zit even te denken. Ben ik iets vergeten te vragen? Willen we nog iets weten? Of wil jij nog iets zeggen? Nou ja, ik ben een complete vakidioot. Hè. Ik kan hier een hele dag over praten. Ik vind het zo'n fascinerend product dit. Mensen vragen wel eens mij, hoe kan je na 10 jaar dezelfde cursus geven? Hè, dezelfde grappen maken en dan na 10 jaar nog steeds boeiend vinden? Hè? Ja, ik vind het nog steeds boeiend. En nog steeds ook dat... Hè, ik heb het over de Mother Liquor... Wij hebben 140.000 klanten, die weten wat de Mother Liquor is. Maar het merendeel van Nederland, de huisartsen van Nederland, hebben geen flauw idee wat de Mother Liquor is. Nee, die denken nog steeds, je bent toch verslaafd aan nicotine? Ja, maar dat, Ze hebben geen flauw idee. Ze weten niet wat gemaakt wordt. Ze weten niet dat zelfs in nicotinepleisters zit gewoon de Mother Liquor, gewoon dezelfde olie. Maar nicotinepleisters zijn toch bedoeld om te stoppen met roken? Zo lijkt het, ja. Het lijkt, want als je een pleister oplakt... Die zie je gewoon in een apotheek liggen. Ja, ik ook. Maar als je een pleister oplakt... Dan ben je aan het roken. Maar het gekke is, door die pleister kan je niet roken. Want als je rookt en een pleister, dan val je misschien wel flauw. Word je helemaal misselijk. Krijg je nicotine-overdoses. Maar dit is roken. Dit is roken. Die pleister is gewoon roken. En dat is een heel gek, onbegrijpelijk dingetje. En je hebt in Lausanne, Zwitserland, hè, daar heb je een hele grote fabriek van Philip Morris International. En daar produceren ze de Mother Liquor. Hè. Aan de overkant, in hetzelfde stadje notabene, heb je 3 fabrieken. GSK, Johnson & Johnson, Pfizer. Die produceren alle medicijnen met nicotineolie. En nu komt het. De zorgverzekeraar betaalt ervoor. En de helft van de winst, van 400 miljoen per jaar, gaat naar Philip Morris. Dus onze premiecenten gaan via de nicotinepleisters naar Philip Morris. Dus wij betalen de tabaksindustrie. Nou, weet je meteen waarom je premie zo hoog is, hè? Zo gaat dat dus. Die hebben contracten. Pfizer heeft contracten. Ja, en contracten met alle verzekeraars. En goede contracten. En contracten waar ook in staat, als je samenwerkt met partijen die tegen pillen zijn, dan mag je niet vergoeden van dat soort gekke dingen. Terwijl volgens de wet moet je vergoeden. En dan krijg je hele gekke dingen. Krijg je dan. Ja, de zorgverzekeraars die bepalen, ja. Maar die hebben contracten met partijen die hebben... Eén doel. En ook dat is commercieel belang. En dat is winst. Maken. Ja. En dat is oké. Okay. Maar ja, we staan het wel toe. En zij houdt het onder de pet. Hè. Niemand weet dit. Ik vertel het heel vaak. En ja, journalisten proberen het uit te zoeken. Ja, kom je in Lausanne, Zwitserland, sta je voor een heel groot hek. En ja, je komt er niet achter. Want niemand gaat jou vertellen hoe het echt in elkaar zit. Maar hoe weet jij dat dan? Nou, wij werken samen met een organisatie. En die heet The Truth Initiative. En dat is de waarheid, hè, The Truth. En... zij in Amerika, zij maken gebruik van informatie van de tabaksindustrie. Dus zij proberen via intern, hè, ook via die insider, hebben ze al die informatie hebben ze verzameld in een bibliotheek. Hè, dat heet de Legacy Library, heet dat. En in die bibliotheek verzamelen ze alle informatie over tabak. Dus al die informatie die vooral uit interne bronnen komt, zeg maar, die worden daar verzameld. En dat is een fascinerende bibliotheek. Hebben jullie onze website bij FAQ, hebben we zo'n link naar de Legacy Library. En ik lees altijd onderzoeken daarvan. En dat vind ik ongelooflijk interessant. Ik had voor het laatste onderzoek, dat ging over... wat doet 1 sigaar per week met je gezondheid? Nou, vond ik een leuk onderwerp. Ging ik lezen.
conclusie. 15% haalt zijn pensioen niet als gevolg van keelkanker. 15% haalt zijn pensioen niet als gevolg van stokdarmkanker. Nou, heel interessant. En diezelfde avond had ik een cursus. Een bekende Nederlander. Die stond in één keer op en die zei... ik rook maar 1 sigaartje per week. Geef mij nou eens 1 reden waarom ik dat niet zou moeten doen. Hmm. Dan zei ik, nou, dat is best wel toevallig. Ik heb daar een heel groot onderzoek over gelezen vandaag. Maar zei ik tegen hem... laten we het nou eens om... Ik kan je misschien wel 500 redenen geven waarom je het niet zou moeten doen. Maar laten we het nou eens omdraaien, zei ik. Geef mij nou eens een reden waarom je het wel moet doen. Ik maakte er een grapje van. Ik zei, het is een beetje alsof ik tegen jou zeg van... Ja, ik heb de gewoonte om 1 keer per week keihard met mijn fiets tegen een lantaarnpaal aan te rijden. Geef mij nou eens 1 reden waarom ik dat niet zou moeten doen. Snap je? Ja, omdat het totaal stomzinnig is en heel veel nadelen heeft, maar geen voordelen. Dat is het belangrijkste punt wat ik wil maken. Roken heeft geen voordelen. Het is nep. Kan jij die even weerleggen? Want misschien zijn er wel mensen aan het kijken die zeggen, ja, maar het heeft voordelen. Ja. Ja. Ik maak wel eens een grapje. Ik zeg van, er is een voordeel van nicotine. Mocht jij last hebben van bladluis op je planten, hè, pak een oude sigaret, doe hem in de plantenspuit, een beetje laten inweken, spuiten alle bladluis dood. Want nicotine is van nature een insectenverdelger. Ja, dus dat is het enige voordeel wat ik kan verzinnen. We hebben een concurrent, die heet Alan Carr. En dat is een Brit en die heeft ook humor. Een grappige jongen is dat hoor. En die heeft een keer op tv, BBC, had hij een bak met ballen. En dat was de voordelen en de nadelen van roken. En dan ging het publiek door. En had hij de rode balletjes waren de nadelen. Nou, die kent iedereen wel. Maar de gele balletjes, ja, het helpt tegen de stress. Oh ja, en dan ging het uitleggen. Oh nee, je krijgt er stress van. Oh, en toen veranderde hij het gele balletje in een rood balletje. Ja, maar het is gewoon een groot balletje. Rood balletje. En zo werden alle balletjes van geel, die werden naar rood. En uiteindelijk stond hij daar met een bak met alleen maar rode balletjes. En toen zijn die niks meer. Ja. En iedereen zat te kijken, oh ja, er is geen enkel pluspunt van roken te noemen. Nul. Het is alleen maar rode balletjes. Alleen maar nadelen. Oké, okay, dus nou, misschien kun jij de gele balletjes dan even laten zien hoe dat in jouw opzicht een rood balletje wordt. Okay. Er zijn mensen die zeggen, roken is gezellig. Ja, roken is gezellig en dat klopt ook. Hè. Gezellig, met mensen is het sowieso gezellig. Hè. Ik vertel wel eens een verhaal. Ik zeg van, ik werkte vroeger bij een bedrijf, een soort uitzendbureau. Daar werkte ik, maandag heet dat nu, en ik werkte daar. En wij gingen altijd roken in de tuin. In Zaandam gingen we altijd roken en dat was altijd gezellig. Toen stopte ik met roken en toen ging ik naar mijn werk en toen werd het 11 uur en toen stonden we met 10 man stonden we buiten. En toen, hoe lang denk je nou dat het duurde voordat mijn collega's door hadden dat ik eigenlijk helemaal niet rookte tijdens die pauzes? En het antwoord is 1,5 jaar. Het duurde 1,5 jaar voordat de eerste collega tegen mij zei van, hey Hugo, volgens mij rook jij niet meer. Snap je, je kunt gewoon niet roken, niemand heeft het door. Niemand heeft door. Dus dat is ook een punt. Hè, mijn je punt ging is dan, gewoon mee naar buiten. Je kan gewoon gezellig zijn zonder te roken. Je kan gewoon gezellig zijn zonder roken. Dat de gezelligheid idee, komt van de mensen, niet dat van... Dat is reclame. Ja. En dan vertel ik het verhaal, hè, de geschiedenis van de tabak, hoe het ooit is begonnen. En ook hoe Philip Morris en de reclame en de trucjes. En hoe en met name Walt Disney en Netflix, die hebben een grote rol in het gezellig. En Sandy, een gezellig koppelen aan de sigaret. En zo hebben we het idee dat het gezellig is. Terwijl, als je erover nadenkt... Wordt een saai feest, dan denk je leuk als er een sigaret wordt opgestoken. Wordt een saai festival, in één keer een succesvol festival als er gerookt wordt. Of heeft dat er gewoon helemaal niks mee te maken? Ja, ik bedoel, op het balkon, op het feestje is het gezellig, ja klopt. Maar als het dan gaat regenen en iedereen gaat naar binnen en ze laten jou alleen achter met jou al je sigaretten. Heb je dan lol in je eentje op het balkon? Nee, natuurlijk niet. Het heeft niks met roken te maken. Het heeft met mensen te maken. Ja. Mensen zijn gezellig. Niet alle mensen, maar de meeste mensen zijn gezellig. Of in ieder geval, soms hebben ze een drankje voor nodig. Maar mensen zijn gezellig, maar sigaret is niet gezellig. Dat is reclame. Oké, dan 2. Roken is lekker. Roken is lekker, ja. Ja, ik zeg wel eens van, stel je voor dat jouw merk op is. Wat doe je dan? Ja, koop ik een ander merk. Ja, maar zo op. En uiteindelijk ben je bereid, blijkt in de praktijk, om het meest smerige merk wat er maar is, om dat te kopen en te roken, als er geen alternatief is. Het ergste vind ik dan persoonlijk Alitas. Dat komt uit Mexico. Nou, het smaakt echt naar modder met autoband. Echt heftige. Vroeger als Brabander zou ik dat een stevige jongen genoemd hebben. Zo'n sigarettenrook, zei je zo flap recht op in je bed. Heel, de smaak steekt tussen modder en autoband in. En ik zeg wel eens in de cursus van, ja, stel je voor dat je nou op vakantie bent en ze hebben alleen nog maar Alitas. Wat doe je? Een maand niet roken of toch een pakje Alitas? En dan zegt
bijna 95% van de deelnemers die zegt dan, nou, dan doe ik toch een pakje Alitas. Ja, en dat alleen al in bewijs dat je dus blijkbaar bereid bent om het meest smerige merk wat er is, om dat dus te roken, als je niks anders hebt. Dus eigenlijk heeft het met smaak bijzonder weinig te maken. Maar ja, dat is wel jouw beleving. Hè? Ja. Roken geeft ontspanning. Geeft ontspanning, ja. Zo voelt het ook. En vooral mensen die blowen, zeggen dat. Ja, ja. Nou, kijk, als je rookt, dan via je longen en je bloed komt er nicotine in je hersenen. 50%. Als je nog een trekje neemt, dan komt er 100% nicotine in je hersenen. Als je sigaret uitmaakt, dan gaat nicotine, die wordt afgebroken, veroorzaakt inzakkende nicotine. Dus die verdampt, zeg maar. En dat inzakken, dat veroorzaakt lichamelijk stress. En hoe langer je niet rookt, hoe meer stress je krijgt. En dat hebben ze ook gemeten. Je kunt stress meten. Dan maak je cortisol aan, hè, in je lichaam. En wat ontdekten ze nou? Dat een roker die heeft, als hij de sigaret uitmaakt, dan begint hij dat cortisol toe te nemen. Begint toe te nemen. En blijft maar toenemen. 2,5 dag. Iedere dag, iedere uur wordt het stress wat hoger. Totdat je weer gaat roken. En dan wordt het wat minder. Hè, dus tijdens het roken lijkt het alsof het minder wordt. Maar toen gingen ze het vergelijken met de niet-roker. En wat bleek nou? De niet-roker zat qua stressniveau, die zat gemiddeld 60% lager. En de niet-roker heeft ook nog eens een keer een heel stabiel stressniveau. Mm-hmm. Dus de niet-roker zit heel laag qua stressniveau. De roker zit 60% hoger gemiddeld en heeft ook nog eens een keer een groeiende stress. Totdat hij weer gaat roken, maar feitelijk zit hij qua stressniveau gemiddeld zit hij 60% hoger dan een niet-roker. Ja, dus roken helpt niet tegen de stress. Nee, ja, ik kan me ook wel voorstellen, want als je rookt, dan... Oh ja. Je bent heel bewust op dat moment aan het in- en aan het uitademen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ontspanning geeft. Ja. Als je heel bewust gewoon even zit en mediteert of let op je ademhaling, dan geeft dat ontspanning. Klopt, ja. Dus dan haal ik uit jouw verhaal van, hè, de chemische stofjes geven niet per se ontspanning, in tegendeel. Maar ik kan me voorstellen dat het bewust in- en uitademen je wel een gevoel van ontspanning geeft. Ja, ik denk inderdaad wel dat, sowieso hebben ze ook wel laten zien, yoga. Ja. En 3 seconden inademen, 7 seconden uit zorgt voor onmiddellijke ontspanning. Ja. Ja. Dus ademen helpt wel degelijk tegen ontspanning. Maar ik denk met een sigaret dat het dan niet werkt. Nee. Dus doe maar gewoon zonder sigaret. Gewoon inademen en uitademen. Gewoon bewust ademhalen, heel goed voor je lichaam. Maar als roker zit je qua stressniveau gemiddeld 60% hoger. Ik vind een van de leukste dingen. 60%? Ja, 60%. En dat zakt binnen een week ongeveer. En misschien maar dat duurt lang hoor. Dat duurt, ja. Een week? Nou ja. Dus ja, ik vind het bij best wel snel. Dus als je stopt met roken, dan heb je pas na een week 60% minder stress. Ja. En je energieniveau neemt ook heel erg toe als je stopt met roken. Maar dat gaat nog veel langzamer. Dat duurt 3 jaar. Hè? Na 3 jaar pas zit je op het niveau van bijna het dubbele energieniveau. Maar dat duurt behoorlijk lang, ja. Dubbel? Ja. Jeetje. Dus wat ik leuk vind... Dus mensen die roken hebben... 60% voor zeker voor de helft minder energie. Ja. En wat ik leuk vind aan dit werk, hè, ik bedoel, er zijn ook heel veel tegenstanders van ons, die lopen ons af te zeiken op internet en zo. Maar wat ik leuk vind aan dit werk, ik kom ex-rokers tegen. Bijna iedere dag bijna. Ik kom altijd ex-rokers tegen, want we zijn 140.000 man, die lopen allemaal rond. Die kom ik dan tegen en die kennen mij, ik hen niet, maar zij mij wel. Maar die kom ik dan tegen en wat ik meteen zie is dus veel minder stress, hè, 60%, en ook nog eens een keer 2 keer zoveel energie. En weet je wat er met een mens gebeurt? Als je minder stress hebt en meer energie, dan word je een leuker mens. Een leuker mens, ja. Dus ex-rokers, die worden, ze waren al leuk, maar ze worden nog leuker. Dat vind ik leuk aan dit werk. Wij zorgen ervoor dat mensen gewoon leukere echtgenoten, leukere papa's, leukere zussen, leukere mensen worden. Leuke mensen. En dat motiveert mij oneindig eigenlijk. Ik wil heel graag dat heel Nederland stopt. Desnoods geef ik de cursus gratis op tv, maar graag zelfs. Iedereen, ik wil dat iedereen hiervan afraakt, want dit is... En wat krijg je dan? Iedereen krijgt veel minder stress en dan krijgt Nederland veel meer energie. Hmm. Minder stress, meer energie, nou, dan wordt het land is al leuk, maar dan wordt het nog leuker. Leuk, dat klopt, ja. Dat is mijn droom. Ja. Nou, met die mooie dromen van jou gaan wij deze podcast beëindigen. Ik ga je heel erg bedanken. Graag gedaan. Super fijn dat je hier je verhaal wilde komen doen. En ik hoop echt dat je er wat aan hebt gehad.
Mocht jij willen stoppen met roken, kijk dan even naar de beschrijving. Daar heb ik een link toegevoegd en een kortingscode. Dus die kun je gebruiken en dan krijg je 10 euro korting op je cursus. Ik wens je daar heel veel succes bij. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal. Like, stuur hem door, laat me even weten wat je ervan vindt. En kijk ook even, als je het belangrijk vindt wat ik hier maak, hoe je kan steunen via sennooshi.com/doneren. Nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag en tot gauw.